De regio wacht er al ruim 40 jaar op. Wereldnieuws was de vondst van een ongeveer 1700 jaar oud Romeins schip in de bouwgrond van de Johannes Stichting in Zwammerdam. Van heinde en verre kwamen naar het wrak kijken. Na de historische vondst op de plek waar nu Ipse de Brugge staat, worden de schepen gerestaureerd. Maar voor het grote publiek blijven ze lang onzichtbaar. Tot nu. Ja, dat is voor Zuid-Holland natuurlijk heel bijzonder. Je moet je voorstellen dat hier de Romeinen zijn geweest. De Romeinen in de Rijn, de Delta-Rijn hier in de Nederlanden. En ja, wij vinden het bijzonder dat deze schepen nu terugkomen voor de geschiedenis van Zuid-Holland geweldig. En dat wij daar een onderdeel van mogen zijn, vinden we een bijzondere eer. En daar zullen we enorm ons best voor gaan doen om dat waar te maken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle 6 boten naar Alphen komen. Wij zijn er heel trots op dat we deze kano nu hier kunnen laten zien. Omdat hij er gewoon echt nog heel herkenbaar en duidelijk goed uitziet en goed geconserveerd is. Waardoor we jullie een echt idee kunnen geven van hoe zo'n Romeinse kano eruit gezien heeft.